What the fuck? Wat zijn secundaire arbeidsvoorwaarden? Arbeidsvoorwaarden zijn natuurlijk eigenlijk heel letterlijk genomen de voorwaarden waaronder je werkt. En die heb je in primaire voorwaarden en in secundaire voorwaarden. De primaire arbeidsvoorwaarden zijn bijvoorbeeld je loon, je arbeidsduur en je werktijden. En je secundaire arbeidsvoorwaarden zijn eigenlijk die daarna komen, maar die ook wel heel erg belangrijk zijn of wel heel erg chill zijn. Daar kan je denken aan. Een lappie van de zaak, misschien een auto, dan wel een fiets, reiskostenvergoeding. Ja. Telefoon. Sportbudget. Scholing, ook een belangrijke waar veel mensen op letten tegenwoordig. Ja, je wilt natuurlijk eerst weten hoeveel uren je werkt, hoe lang je ergens gaat werken. Salaris. Wat je gaat verdienen is ook wel leuk om te weten. Maar daarbij is het wel soms dat die secundaire arbeidsvoorwaarden dan misschien wel je net over de streep kunnen trekken. Ja. Van ja, maar we geven ook een auto of zo. Ja. Een telefoontje en een laptop krijg ik bijna altijd wel. Ik niet hoor. Ik krijg dat niet. Sucks to be you. Check hier nog meer afleveringen van What the Fuck of drop je vraag in de comments.